Iedereen bezuinigt op cultuur, behalve Goes. Het is woensdag 16 maart. Dit is Zeeland Nu. 1,5 miljoen voor culturele stoelendans. Zwemtrainer alleen vervolgd voor fotograferen. En alles wat u nog niet wist van het kanaal door Zuid-Beveland. Dag dames en heren. Goes gooit de cultuur in de stad op de schop. Dat kost tijd en een slordige 1,5 miljoen euro. In een periode waarin gemeenten voornamelijk bezuinigen op cultuur, zet Goes juist een culturele stoelendans in gang. Het gebouw aan de Westwal, waar nu Galerie van de Bergen en het Jeugdtheaterhuis zitten, wordt verbouwd. Podium Het Beest gaat een jaar dicht voor een grondige renovatie. De Zeeuwse muziekschool verhuist daarna naar de Westwal en voor een deel naar Het Beest. En Galerie van de Bergen verhuist naar de voormalige moskee aan de Joachimkade. En in Goes is verslaggever Anke Tanihatu. Ja, het is heel gepuzzel, die culturele stoelendans. Wat is er nou het nut van? Ja, wat ze eigenlijk willen is dat al die culturele organisaties beter met elkaar gaan samenwerken. En dat lukt als je ze dicht bij elkaar zit, hier allemaal rondom het cultuurplein waar ik nu sta. Maar ja, dat kost natuurlijk allemaal geld. En dat is best bijzonder, want elke gemeente in Nederland, zowat die bezuinigt op cultuur. En Goes, die steekt er juist heel veel geld in. Nou, dat vergt enige uitleg. En die krijg je van wethouder Loes Meeuwissen. Wij willen eigenlijk dat alle instellingen beter op de toekomst zijn voorbereid. Dat ze veel beter kunnen samenwerken, dat de gebouwen beter benut worden. En dat is nu een investering, maar op de lange termijn is het beter. Een andere grote en vooral dure investering is de renovatie van Podium Het Beest. Dat is ook al heel lang nodig. Hè. Als je binnenkomt, ik zou zeggen neem er straks eens een kijkje. Dan kan je zien dat het best verouderd is. En wij hadden dus wel gespaard om dat pand op te knappen. En nu gaan we het ook doen. Goes. Cultuurstad. Ze zijn er trots op. Maar culturele hoofdstad van Zeeland? Wij vinden eigenlijk in eerste instantie belangrijk dat wij cultuur hebben voor onze eigen inwoners. En natuurlijk vinden we het heel fijn als er ook mensen van buiten naar Goes komen. En hier op het plein houden we ook evenementen en iedereen is welkom. Maar onze eerste doelstelling is toch dat we zelf voor onze eigen inwoners een heel mooi cultureel aanbod hebben. Ja, even over Het Beest. Dat gaat straks een jaar dicht. Er moet kennelijk nogal wat gebeuren. Ja, het is in 1980 begonnen als jongerenpodium, als jongerensoos, jongerencentrum. En er zijn wel wat verbouwingjes geweest in de loop der jaren. Maar ja, het is een rijksmonument. Het is een gebouw uit de 17e eeuw. Dus als je dat aanpakt, kan je maar beter in één keer, moet je het zelfs in één keer ook goed doen. Dus gaat Het Beest per 1 april dicht voor een jaar. Want er komt een grondige renovatie. De kassa blijft op dezelfde plaats, wordt groter. De bar, we hebben natuurlijk een bar voor en een bar achter, maar we krijgen nu één centrale bar en die komt hier in het midden van het gebouw te staan. We hebben een klein balkon voor onze technici, maar dat wordt gewoon een groot balkon voor publiek. We krijgen een vast podium, kleedkamers komen boven, dus er komt nog een verdieping op. Filmzaal wordt aangepast, er wordt een muur verzet, zodat er wat meer plaatsen komen. En we proberen de filmzaal ook een kleine vlakke vloertheater te maken, waar we de filmstoelen uit kunnen halen, dat het speelvlak wat groter is en daar ook gewoon de faciliteiten maken. Dat is toch in tijd van bezuiniging, vooral op cultuur, bijzonder dat de gemeente het besluit neemt om dit ook te betalen. Ja, ik heb toevallig op internet ben ik eens aan het zoeken geweest of er nog meer gemeentes waren. En ik kon er eigenlijk nu geen vinden. Dus ik denk, ja, Goes is uniek dan in Nederland, denk ik nu op het moment. Wat is dan het geheim van Goes? Ja, Goes is heel gemoedelijk. Aan de andere kant, we staan gewoon voor de stad Goes. En we willen gewoon dat gewoon leuke evenementen zijn. En dat gewoon ook voor de bezoekers hier, voor de inwoners, dat het gewoon voor iedereen een leuke stad is. En ik denk dat dat wel onze kracht is. Ja, Anke, dat Goes cultureel middelpunt van Zeeland wil worden, hoor ik niemand hardop zeggen. Maar denk jij nou echt dat het vooral voor de eigen inwoners is? Nou, bescheidenheid, hè? Dat siert de Goesenaar. En misschien moet je het ook wel gewoon durven zeggen. Want dan gebeurt het misschien ook wel echt. Goes cultureel middelpunt van Zeeland. Nou, in ieder geval zijn wij trots op Goes als Zeeuwen dat ze zoveel durven te investeren in cultuur. Tegen de stroom in. En voor cultuurliefhebbers zoals ik is dat een verademing. Dankjewel, Anke. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de 22-jarige zwemtrainer uit Middelburg zijn stiekem gemaakte foto's heeft verspreid. Hij wordt daarom alleen vervolgd voor het heimelijk fotograferen van minderjarigen.
De trainer van zwem- en polovereniging De Zeeuwse Kust in Vlissingen werd gisteren opgepakt, maar na het afleggen van een verklaring is hij weer vrijgelaten. De man zou jonge meisjes hebben gefotografeerd tijdens het omkleden. 5 ouders hebben aangifte gedaan. De computer en telefoon van de trainer zijn doorzocht. Daarop werden geen nieuwe foto's gevonden. De 62-jarige man uit Terneuzen die gisteren met zijn auto in het kanaal van Gent naar Terneuzen belandde, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Tegen 9 gistermorgen reed de auto bij Westdorpen een zijkanaal in. De bestuurder heeft lange tijd onder water gelegen voordat een brandweerduiker hem eruit kon halen. De wijkverpleegkundige was vandaag voor spreekuur te vinden in Walcherse supermarkten, zoals hier in Zoutelanden. Het spreekuur is onderdeel van de Week van Zorg en Welzijn, om de zorg onder de aandacht te brengen. En dan is een supermarkt een prima plek. Er komt toch veel mensen tegen die eigenlijk onze doelgroep wel zijn. 50 plus, waar toch vaak problemen met de bloeddruk ook ontstaan of andere klachten gaan ontstaan. Dus daar kom je wel de mensen tegen die normaal nog niet altijd van de thuis voldoende afweet of ons weet te vinden. Hoewel de spreekuren een promotieactie zijn, stonden de wijkverpleegkundigen er in Zoutelanden niet voor niets. We hebben wel een aantal bloeddrukken gemeten waarvan we zoiets hadden van god, dit is nu wel op dit moment hoog. Het kan een momentopname zijn, maar het is toch verstandig om het nog een keer te laten meten bij de huisarts. Vrijdag en zaterdag zijn er ook nog spreekuren in supermarkten, dan in Vlissingen en Middelburg. Een 52-jarige man uit Terneuzen moet 2 jaar de cel in voor het overrijden van een stadsgenoot. Het slachtoffer overleefde het ongeluk niet. De dader had te veel gedronken en reed bovendien door nadat het gebeurd was. Het slachtoffer, een 48-jarige man, had zelf ook veel gedronken. Hij lag op een parkeerplaats toen hij werd overreden. De dader zegt niets gemerkt te hebben. De man heeft ook een rijverbod van 5 jaar gekregen. Nationale Boomfeestdag leverde onze provincie vandaag een hoop nieuwe bomen en planten op. Zoals hier in Ierseke, waar scholieren van de Parelmoer een educatieve tuin openden. De scholieren vinden het een geweldige aanwinst voor de school. De natuur is ook eten en zo, want je kan sommige dingen eten. En de bomen geven ons zuurstof en daarvoor moeten wij ook leven. Dus dan moet je het goed onderhouden, want anders gaan ze dood. In Middelburg was in plaats van een feestje een herdenking met een kranslegging vanwege de 18 zilverpopulieren die begin deze maand op de Loskade werden gekapt. Jongens, vandaag is het Boomfeestdag. En wij dachten ter gelegenheid van Boomfeestdag zullen wij een soort herinneringsdag houden aan alle bomen die in Middelburg afgelopen jaar verdwenen zijn. Voetbaltrainer Juriaan van Poelje is per direct opgestapt bij VC Vlissingen. De trainer uit Breda zou eigenlijk eind van het seizoen stoppen, maar zegt de passie te missen bij de spelersgroep. Volgens hem zijn er te veel randzaken bij de club die de spelers demotiveren. Wie er zondag op de bank zit, is nog niet bekend. Marlies Allewijn, geboren in Ierseke, leerde op school over de Tweede Wereldoorlog. Over de landing op Normandië en operatie Market Garden. Maar niets over wat er in Zeeland tijdens de oorlog is gebeurd. Pas tijdens haar zoektocht voor haar nieuwe boek hoorde ze over de slag om de Schelde en hoe hevig er op Walcheren gevochten is. Een verhaal dat ze nu wil vertellen, vooral aan de jeugd. Ik liep eigenlijk al heel erg lang rond met het idee van een verhaal over 2 meisjes uit 2 verschillende tijden in 2 verschillende omstandigheden. En heel toevallig stuitte ik op een artikel over de Slag om de Schelde. En toen dacht ik, wat gek, ik ben geboren en getogen Zeeuw. Ik heb hier volgens mij nooit iets over geleerd bij geschiedenis. Het zou kunnen dat ik misschien niet altijd even goed opgelet heb, maar goed. Dus toen ben ik dat verder gaan uitzoeken en toen ontdekte ik eigenlijk pas wat er in het laatste oorlogjaar, of eigenlijk gewoon de hele oorlog, gebeurd is op Walcheren, maar ook in de rest van Zeeland. En toen vond ik dat wel een verhaal waard. Toen dacht ik, nou, ik vind het wel belangrijk dat een nieuwe generatie hierover leert, hier iets over te weten komt.
En dat gebeurt in het boek Ze was 16. Een verhaal over de Amsterdamse Ise die tijdens een zomervakantie bij haar oma in Zeeland foto's ontdekt van een vrouw die erg op haar oma lijkt. Ise gaat op zoek en stuit op verhalen over de strijd die in Zeeland gevoerd is. Deze Zeedijk is gebombardeerd door de geallieerden. Nou, dat was nodig, dacht men toen. Maar ja, het is niet het verhaal wat we allemaal al kennen. En dat vond ik interessant om te vertellen. Marlies Allewijn heeft het verhaal over het bombardement van Westkapelle op 3 oktober 1944 als kapstok voor haar boek gebruikt. Bij het bombardement kwamen 157 mensen om het leven. De schrijfster wil met haar verhaal jongeren laten nadenken over hoe het is om te leven in oorlogstijd. Kun je verliefd worden? Kun je je inlaten met de vijand? En zou je bij het verzet gaan? Ja, ik denk ook zeker in de tijden waarin we nu leven, dat we onszelf allemaal moeten blijven realiseren dat oorlog iets is wat je niemand gunt, wat niemand wil. En ik denk dat het heel goed is als we onszelf met ons allen bewust blijven hoe groot goed onze vrijheid, wat voor groot goed dat is, onze vrijheid. Dus ja, ik hoop dat jongeren misschien zich nog meer doordrongen raken, dat jongeren nog meer doordrongen raken van het feit dat oorlog gewoon echt heel erg is en dat we dat niet moeten willen. Het kanaal door Zuid-Beveland bestaat 150 jaar. Feest in Wemeldingen en Hans Weert, die langs het kanaal liggen. Maar in de rest van Zeeland is de geschiedenis van het kanaal amper bekend. En dat terwijl deze vaarroute zeker vroeger erg belangrijk was voor de scheepvaart. Het kanaal door Zuid-Beveland. Veel Zeeuwen weten waar het ligt, maar de geschiedenis van het kanaal is vaak onbekend. Oktober 1866 is het geopend. En mensen vergeten wel, of weten gewoon niet, dat dit een van de drukst bevaarde kanalen van West-Europa was. In de jaren 60 gingen hier zelfs 100.000 schepen doorheen. En daar bloeide een hele economische handel op in Wemeldingen en in Hans Weert. Dus het is een fantastische geschiedenis te beschrijven en helaas is dat nog niet genoeg gedaan. De aanleg van het kanaal begon in 1852 en duurde maar liefst 14 jaar. Wemeldingen ging helemaal op de schop. Wemeldingen was voor 1866 een agrarisch dorp in de buurt van de kerk. En toen met de bouw van het kanaal is er eigenlijk een tweede dorp ontstaan. Met heel veel werk, heel veel middenstand, winkeltjes, cafés, slagers, bakkers. De aanleg van het Schelde-Rijnkanaal in 1975 veranderde veel. Het kanaal door Zuid-Beveland verloor zijn verbindingsfunctie tussen de grote rivieren en Antwerpen. Bij Wemeldingen verdween het sluizencomplex. Er kwam een jachthaven voor in de plaats. En Marcel de Kranen is in de studio verslaggever. Ja, een jubileum, 150 jaar kanaal door Zuid-Beveland. En er gebeurt ook van alles dit jaar. Ja, in Wemeldingen en in Hans Weert zijn er allerlei feesten vanwege dat jubileum. Maar ook wetenschappelijk gebeurt er van alles. Die mevrouw die je net in dat filmpje zag, die is een onderzoek begonnen. Die is met haar studenten van de University College Roosevelt de geschiedenis van de parlevinkers gaan optekenen. Parlevinkers. Ja, dat is een oud woord. Dat is een soort boodschappen, couriersdienst van la lettre, zeg maar. Als die schepen in de sluizen lagen om geschut te worden, dan was het tijd om die schepen te bevoorraden. En dat deden dan parlevinkers. Dat waren mensen die brachten snel die boodschappen. Op een gegeven moment is dat ook weer verdwenen, omdat de tijd bij die sluizen korter werd. En ook door de uitvinding van de koelkast. Schippers namen gewoon de spullen zelf mee. Ja, en wat is dan de bedoeling van het project? Nou ja, die mensen die nog leven, die parlevinkers, die hebben natuurlijk heel veel te vertellen over het reilen en zeilen in Hans Weert en vroeger ook in Wemeldingen toen daar nog sluizen waren. En dat is natuurlijk mooi gewoon om dat op te tekenen en om te bewaren voor de toekomst. Ja, dat is het verleden. Hoe is het kanaal er nu aan toe? Nou, het kanaal is ooit verbreed, hè, van 40 naar 100 meter. Het is nog steeds een heel druk bevaren kanaal. Vroeger, in de hoogtijdagen, gingen er 100.000 schepen per jaar door. Dan heb je het alleen over binnenvaartschepen. Tegenwoordig is dat iets van 40.000. Maar nog steeds is het een hele belangrijke verbindingsweg tussen de Oosten- en de Westerschelde. Dus bijvoorbeeld tussen Rotterdam en de Zeeuwse havens, maar ook richting Gent. Rijkswaterstaat noemt het zelfs een watersnelweg in Zeeland. En ik sprak met een aantal mensen van Rijkswaterstaat
om te vragen of dat allemaal wel veilig gebeurt. Actuele golfhoogte bij de witte tonnenvlaaien is 15 centimeter plus. De verkeerspost Wemeldingen van Rijkswaterstaat aan de noordkant van het kanaal door Zuid-Beveland. Schippers worden hier dag en nacht in de gaten gehouden. Ze proberen nog wel een stukjes af te snijden. Ze zijn niet altijd bekend hier. Het is toch nog steeds getijdenwater, de Oosterschelde. Dat zie je nog wel eens dat schepen dat vergeten. En dan proberen wij dat veilig te regelen. 14 man en een modern radarsysteem moeten zorgen dat alles veilig verloopt. Dat dat niet altijd lukt, bleek in augustus 2013. Toen een plezierjacht in aanvaring kwam met een binnenvaartschip en twee mensen om het leven kwamen. Dat is natuurlijk heel tragisch, maar het is gelukkig gebeurt dat heel erg zelden. Per jaar passeren 41.000 binnenvaartschepen de sluizen bij Hans Weert. Het kanaal is dan ook een soort snelweg voor de binnenvaart. In de jaren 90 is het kanaal enorm verbreed en het sluizencomplex vernieuwd. In deze vorm kan het nog tientallen jaren mee. Natuurlijk, de scheepvaart ontwikkelt zich ook. Schepen worden steeds groter. He, waar bijvoorbeeld 10 jaar geleden schepen van 130 meter groot eigenlijk uitzonderingen waren, zie je ze nu regelmatig voorbij komen. En die grote schepen moeten regelmatig even wachten. Bijvoorbeeld tot het weer vloed wordt in het kanaal door Zuid-Beveland en de schepen weer kunnen varen. Net zoals de Vlakentunnel die dan hier op het kanaal hoort. Heel veel mensen weten niet wat er boven hun hoofd passeert. En wij moeten regelmatig diepliggende schepen even laten afremmen, omdat ze anders niet kunnen passeren bij de tunnel. Een soort drempel is dat eigenlijk? Ja, het is inderdaad een drempel. Ja. Dus de schepen worden steeds groter en ook steeds dieper. En dan om te voorkomen dat ze de tunnel raken, moeten ze toch af en toe eventjes even afremmen. Ja, zo is er best veel dat je eigenlijk helemaal niet weet, hè? Ja, wat die meneer ook zegt, je gaat Zeeland in, Midden-Zeeland dan in of uit, en je gaat die Vlakentunnel in. En dan ga je dus onder dat kanaal door. Het is echt iets wat bijna boven je hoofd gebeurt, letterlijk dan. En dan tot slot de toekomst van het kanaal door Zuid-Beveland. Ja, voorlopig verandert er niet veel. In de jaren 90 is het verbreed, hè, van 40 naar 100 meter. Dus het is voorlopig breed genoeg. Maar een klein nieuwtje, er komen wel 11 nieuwe lichtplaatsen bij Hans Weert voor schepen die daar moeten wachten voor die sluizen. Dus dat komt erbij. Dankjewel, Marcel. Het was een zonnige ochtend. Vanmiddag trokken wolkenvelden over de provincie. Het was 8 à 9 graden, maar door de stevige noordoostenwind voelde het kouder aan. Morgen wordt een stralende dag, volop zon. Maar de dagen erna zijn weer wat meer bewolkt. Wel droog. En tot zover deze nieuwsuitzending. Het is woensdag, dus tijd voor Elsa met de Zeeuwse Top 40. En ik zie u graag morgen weer om 5 uur bij een nieuwe Zeeland Nu. Tot dan en een fijne avond.